Mogelijk gemaakt door 888 Poker. Het main event van de World Series of Poker is het meest prestigieuze pokertoernooi ter wereld. 11 dagen lang spelen op het allerhoogste niveau tegen de allerbeste spelers. Voor elke pokerspeler is dit Living the Dream. In Nederland is dit Lords of Poker. Niveau is zeker van wereldklasse. Pokertoppers, BN'ers, zakenmensen en qualifiers spelen tegen elkaar. In de wandelgang is het allemaal gezellig. Maar zo gauw ze aan tafel zitten, dan komen die blikken. 45 spelers, een helse competitie. Om te winnen heb je nodig geduld. Doe jij het of doe ik het? Ik weet niet, ik heb nog niet gekeken, maar allebei. Klein beetje geluk. Hey. Oh my god, one out. Goeie kaarten. Hey. Aanschouwing. Ah. Ook ballen moet je hebben. Race. Het wordt niet cadeau gegeven. Het is gewoon cool. Lords of Poker is cool. Goedenavond vanaf Huisterdonk in Ridderkerk, waar de Lords bezig zijn aan hun laatste toernooi. De spanning is om te snijden. Nog 7 spelers doen mee voor de eindzegen. Laten we even kijken wat er tot nu toe is gebeurd. Klassementsleider Daan Ruiter overleefde tot zijn eigen opluchting aan de tv-tafel. Dat gold helaas niet voor Lex Veldhuis. Hij was de enige concurrent van Daan die werd uitgeschakeld. De rest zit er allemaal nog in. Steven van Zadelhoff, Steven Razapsek, Rob Hollink en Telong Moet. En ook Michiel Brummelhuis en Miguel Magantier hebben nog steeds een kans op de eindoverwinning. Ik ging heel even lekker toen ik van tafel werd veranderd. En ja. Ben je apropos? Eventjes, want ik maak weer een verkeerde bluff. Goedenavond en welkom bij dag 2 van het laatste toernooi van Lords of Poker. Arthur van der Meren, ja, het is een vervelende vraag om aan jou te stellen, maar wat gaat er vandaag gebeuren? Er is van alles mogelijk nog. Ja, want we hebben nog 6 achtervolgers. Eentje is er uitgeschakeld, dat is Lex Veldhuis. Hij heeft helaas voortijdig het toernooi moeten verlaten. Maar die andere 6 die gaan er natuurlijk alles aan doen om Daan nog in te halen. Maar het mooie is ook, Daan zit zelf nog in het toernooi. En hij speelt berensterk tot nu toe. En ik denk dat dat komt omdat hij ook wel weet dat hij nog punten moet halen om zeker te zijn van zijn eindoverwinning. Ik vind het toch wel knap hoor. Hij won de eerste 2 toernooien van Lords of Poker. Iedereen was op zoek naar zijn scalp, maar hij houdt het nog altijd vol. Gaat Daan Ruiter het einde halen? We gaan het nu zien. Nou, als je kijkt naar zijn chips gaat het zeker lukken, want hij doet wat hij moet doen. Hij blijft bovenin op het leaderboard meedraaien. En dat betekent uiteindelijk straks punten. Kom maar even. Een handje. Het commentaar. Komt jou zo'n 100 alsjeblieft? Ja, natuurlijk. Of 400. Ja, Daan heeft tot nu toe een niet heel slechte uitgangspositie. Ja, dat had ik vanaf toernooi 1. Dat is ook heel vaak gezegd. Maar nu is het toch zo heet onder de voeten. Ik zeg je eerlijk, als ik een. Als ik zou moeten wedden op een winnaar, dan zou ik denk ik nu toch wel jou een goede kans geven. Nu wel uiteindelijk. Ik ben helemaal voor Daan. Ik heb ook echt een hulp voor nodig. Heb ik hem echt. Ja, dat is makkelijk, Rolf. Het laatste toernooi en heeft chips. Cool. Ik ben 80% voor. Met z'n 3'en. Waar kwam je ook weer vandaan, Paul? Vandaan. Niet Rotterdam, toch? Nee, ik kom niet in Rotterdam. In de buurt van Utrecht. Schaap. Oh. Ik kom je vertraagd spel heel ja. KVB. Ja, express. Het irriteert jou, dus dat is al een goeie. Dus, zeg maar... Paul heeft glimd. Check. Hugo gecallt vanuit de small blind. En Ton checkt de big blind. Z'n 3'en naar de flop. 9, 8, 3. Ik kon uit alle standen. Ja, wat een flop voor Tom. Flushdraw, 2 overkaarten, inside straight roll. Ik heb de bal niet meer in de handen pakken. Dat is best wel heel raar. En Paul heeft top pair. Echt serieus, ik speel alleen maar terug op de keeper. Bet 1600. Die bet uit 1600. Gaf je wel eens per jaar, ik vind een nieuwe handschoen. De keeper is een gouden duo, echt. Hugo Borst, ook vandaag gastspeler. Ik heb je terug op de vol. Ja, Tons hand is zo sterk. Ik kan me voorstellen dat hij zoveel mogelijk chips in de pot wil hebben. Hij doet dat niet. Hij callt wel, hè. Had natuurlijk moeten racen. 10. Nou, dat is natuurlijk een prachtige kaart voor hem. Hoe speel jij nog, Paul? Want Paul heeft 2 pair. Ik heb een 11, 12.000. Dan check ik. Check. En Tom check met zijn flush.
Maar dan denk ik dat ik je nu toch al in moet zetten. Ja? Oh, dat was even een afleidingsmanoeuvre. Ja, dat was een goede val van Ton de Lange. Maar Paul heeft gebed en Ton is nu al in. En hoeveel speelt Paul nog achter? Of ik heb mijn hand verkeerd gezien, dat zou ook nog kunnen. Kijk even. Ja, het zijn dus vriendelijk zijn. Dat is natuurlijk belangrijk voor zijn beslissing. Hij heeft 2 pair. Zelfs top 2 pair. Maar goed, er ligt dus 2 op de boord, ligt de flush op de boord. En na het circus van Ton, ik kan me goed voorstellen dat hij het gevoel heeft dat hij achterloopt. Dat Ton toch echt wel die straight of flush heeft gemaakt. Het lange betekent dat je niet een hele goede hand hebt. Dus dat is wel gunstig voor mij. Okay. Kan de opbouw zijn naar een volgend potje. Oké. Meisje, heb je iets? Wat heeft hij? Ja, maar ik mag dus naar de hand. Oh, dat mag dan nu niet. Waarom zou je hem anders al inzetten? Hoe langer jij denkt, hoe beter ik me ga voelen. Hoe beter ik me ga voelen, ik zeg het eerlijk. Want dat maakt het wel een beetje de move, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Volg. Goed gevolgd. Ja, net de volg van Paul. Bijna voor niks. Ik heb bang 2 levenskransen gekregen. Er is weer wat verversing aan de televisietafel, dat gebeurt zo af en toe. Dit is Peter Dalhuizen. Ton de Lange is naar een outer table verhuisd en ook Emiel Cox zit nu aan deze tafel. Die zien we zo. Het niveau van mij gaat alleen maar omlaag, jongens. Dat klopt. Kijk, ik word er niet beter op. Ja, sorry. Twijfelt niemand aan. Ik heb echt gevraagd, van, kan de Dal naar boven gestuurd worden? Want die wil soms nog wel eens net zo stom spelen als ik. Je hebt iets van 1200 naast, hè? Weet je wat? Ik heb nog geen enkele hand 1200. Ik wil jou er niet uit hebben. Ik wil jou er niet uit hebben. Vraag even het water van mij. Rolf limpt hier met 7-3. Rezeling. En dan gaat Paul all in met 9-3. Paul heeft 3 keer de big blind. En de vraag is of 7-3 goed genoeg is. Ik had, eigenlijk was het mijn hand toch goed. Om 3 big blinds te callen. Het zal erom hangen. Rolf heeft wel bewust deze pot zo gespeeld. Natuurlijk in de hoop dat Paul achter hem zou checken en dat hij de pot van hem weg kon nemen op de flop. Maar goed, Paul ging zelf wel in. Dus ontnam in ieder geval dat spel van Rolf. Oh, dat is ook een leuke kaart. De flop ligt op. Dat is geinig, hè? Paul staat nog steeds voor. Even kijken wat. Oh, chip it. Ja, Rolf maakt dus 2. Het is ongelooflijk. Ja, lachend eruit. Laten we het op een merkwaardige hand houden. Jongens, succes, hè. Op de outer table heeft Steven van Zadelhof de all-in gecallt van Kim van der Velde. Steven zoekt natuurlijk steeds spots om zijn stack te vergroten, maar hier lukt dat niet. Even later heeft zijn concurrent Rob de all-in gecallt van Matthijs Brouwer. Net als Steven is hij op zoek naar goede spots. Maar ook hem lukt het niet echt goed. Want Matthijs Brouwer heeft trip 7's gemaakt. Mooie hand voor hem. Goed nieuws voor Daan. Maar Rob is niet blij, want hij heeft nog maar weinig chips over. Van de weeromstuit gooit hij zijn glas om. Zou de wereldkampioen van slag zijn? Op de tafel naast hen is Miguel Magantier inmiddels aan een opmars bezig. Hier probeert hij Ellie Stijn uit te schakelen. En dat lukt? Nee. Miguel, wat een handen, wat een speler, jongens. Ja, waar de ene concurrent weg lijkt te vallen, krijgt Daan er meteen weer eentje bij. Dat is het mooie aan Lords of Poker. Zoals eigenlijk alles mooi is aan Lords of Poker. De omgeving, spelers, sfeer. De gasten niet te vergeten, Hugo Borst bijvoorbeeld. Ja, ik vind het ook niet echt... Een race naar 32. Het is zijn ronde hap, daar rijdt het na. Zo'n bomzaal. Race naar 32. Hoe beter gekleed Peter verschijnt, des te slechter hij speelt meestal. Klopt. Dan zal hij vandaag wel goed spelen. Een lineaire correlatie. Ja. Maar dat betekent dat de Dal vandaag enorm goed speelt. Ik vind dat hij. Echt serieus? Nee, ik vind hem top eruit ziet. Ik vind niet voor niks dat hij punten heeft. Natuurlijk. De kolen. Ik vind dat hij er top uitziet. De tafel is zo saai dat de analyse van hier staat. Het is. 3000. Ja, oké, maar. Is dat nog TSV was? 6. Daarom heb ik zo weinig sterk. De helft ligt eronder. Alt heeft pocket 6 gevonden nadat Hugo gereest heeft. Ja, en Ad zet Hugo all-in. Cool. Ad heeft een monster. Nee, ik denk uit het aas 8. Dubbel 6. Huh? Ah.
Dubbel 5. Fukte Muppet. Oh, en ik kan je nog, niet, nog meer niet blij maken. Jij had een 4, zeg jij nu? Ja. Als ik nog iemand een 4, jongens, dat geeft mij wel vertrouwen. Vrouw 10. Dan blijven de 6 er wel netjes staan. Weer een Rotterdamse confrontatie. Met dus die kleine kans op een 4 voor Hugo. 10, 2 A's. 3 en een 5. Wat wil je? Ben trots op zijn. Nou ja. Hier is het dinnetjes. Ja. Die krijgt hij niet. Ook het 6. En dus gaat Hugo op zoek. Het was gezellig, man. Naar zijn autosleutels. Je hebt net gewapend gekregen. Zonde. Maar opnieuw heeft hij zich goed laten zien. Zojuist zagen we dat Rob Hollink een groot deel van zijn stack verloor aan Matthijs Brouwer. Nu is hij zelf all-in gegaan. Hij is op zoek naar de dubbel. Anders doemt een roemloos einde op voor de wereldkampioen bij Lords of Poker. Waar kom je? Zo vallen ze 1 voor 1 af. Goed nieuws voor Daan Ruiter. Het zijn er al 2 dus. Worden het er 3? Zou best kunnen, want hier is Steven Razapsek al in tegen de zus van Rob. Het is Clementine. Is dat geen toeval? Ja hoor, daar gaat de nummer 2 van het klassement. Steven Razap haalt geen punten en is heel zuur. En hij is dan wel gelijk weg, maar de dealster telt rustig het geld uit. En dan blijkt dat Steven misschien toch nog een kans heeft, of... Sorry, maar je hebt nog... Steven! Je hebt nog over. Maar hoeveel dan? 500 punten. Ga er maar aan staan. Je hebt nog 500. Jij kan wel. Cheers, cheers. Jij kan wel. Ik ben de nieuwe schrijver. Ik heb nog 500 punten en ja, ik heb de hoop al opgegeven. Heb jij 500? 500 punten? Nee! Ja. Dus ja, dan wordt het heel erg moeilijk, hè? Nee, wordt heel... Dat wordt een wonder. Ruben heeft het een paar toernooien geleden gedaan en die bleef gewoon een paar keer dubbelen. Ik heb het gehoord, maar... Overleven? Nee, ik heb de hoop opgegeven, maar ik heb het leuk gehad, dus... ik heb al sowieso de beste mogen winnen, dus... Wie gaat er winnen? Als ik eerlijk moet zijn, ik gun het natuurlijk Brummel. Brummel is gewoon levensgevaarlijk. Die wil je niet gewoon niet aan tafel hebben. Dat is gewoon een speler die verdient het ook om te winnen. Als ik eerlijk moet zijn. Dus ik hoop dat Brummel vandaag weer wint. Dankjewel. Bij ons aangeschoven, net uitgeschakeld, Rob Hollink. Vorige week hadden we een leuke discussie. Je zei, ik had een fantastische begintafel. Ik kon heel veel fiches verzamelen. Die heb ik nodig om lekker mijn spel te kunnen spelen. Als ik vandaag de loting zag, had je denk ik toch ook een redelijke tafel. Wat vond je er zelf van? Het valt en staat een beetje bij hoeveel mensen re-racen, denk ik. Als je in het begin los wilt spelen, dan is er één ding waar je niet op zit te wachten, is dat mensen achter je gaan re-racen. En op het moment dat dat achterwege blijft, dan is het redelijk prettig. En dat viel inderdaad vandaag mee. Ja, ik heb eigenlijk net als al die andere toernooitjes, ik loop vrij snel richting 20.000 of soms 17 of soms 25. En dat gaat iedere keer heel soepel. Maar dan is het wel zo dat de blinden dan, die worden daar 600, 1200. En dan kom je eigenlijk in een situatie dat je niet meer kunt pokeren en dat er vroeg of laat in moet. En dat ging... Vorige week ging het dan behoorlijk goed. Dan knal je in één keer door met een beetje geluk naar 100. En dit keer ging dat niet goed. Hoge verwachting voor aankomende zomer? De World Championships of Poker? Rond 30 mei begint de World Series weer. Iets eerder, geloof ik. Ik heb nog niet echt iets gepland, maar... waarschijnlijk mezelf kennen, dus zal ik er wel terechtkomen. En dan ga ik wel wat toernooitjes spelen, ja. Lords of Poker is een afvalrace, maar niet een gewone afvalrace, een hele chique. Tot zo. Leven en dood. He's fucking crazy. Good. 22 Lords zijn nog over. Ze zijn allemaal op zoek naar de scalp dus van Daan Ruiter. Die staat er op het leaderboard gewoon nog goed voor. Maar niet zo goed als Michiel Brummelhuis, die chipleader is in Ridderkerk.
Wil je ook deel uitmaken van dit elitegezelschap? Word ook Lord. Geef je op via www.lordsofpoker.nl. En wie weet zit je volgende editie gewoon aan de televisietafel. In dit chique kasteel. En de televisietafel is volledig veranderd. Ik kan niet rechts doen. Vast in je zitbel, jongens. Veel geluk. Steven Hollin. Triple up, heeft hij weer vijf. Clementine Hollink. Hop. Wie is eruit? Horace Cohen. Nee! Die ineens een hele hoge stem heeft gekregen. Denise Bosman. Ook gevold. Delong Moed. Die nog meedoet in het algemeen klassement. En deze man ook zeker. Miguel. Noah Boeken. Die kan niet meer winnen. Veertjes. En de chipleader. Michiel Brummelhuis. Die kan zeker nog wel winnen. Nou, Dile, kom op, doe je best. Lekker naar de punten toe. 21 man. Ja, Steven had zo weinig zet dat al de sidebolt naar Michiel is gegaan. Twee. Oh, dat vind ik wel... Mooie vlog van Michiel. Steeds de beste hand. Oh. Nou, het is een en nu is het bijna afgelopen. Alleen Steven kan nog winnen met een 7. Maar, ja, maar die komt niet. De Brummel, altijd in het. Hij was dus al weg. Dacht dat hij er al uit lag. Kon nog terugkomen, had 500 punten over. Maar is nu echt weg. Steven Razap Sek. Nou, nu ben je echt opgerot, hè? Ik ben niet opgerot. Onkruid, hè? Ga niet. Kom gewoon terug. Ik had al zo net al gezegd bij de break. 500 punten kan je niks meer doen. Dus de punten gingen wel naar mijn favoriet, naar Brummel. Mm-hmm. Ja, dat dan wel. Ja, dat weer wel. Maar... Helaas, ik licht eruit. Een heleboel zullen weer blij zijn. Maar ik heb een leuke 8 weken gehad. Ja, het stond er wel erg hard, maar het is de waarheid. Steven Razap Sek wint Lords of Poker niet. Omdat voor Brummel was. Moet ik niet hebben. Hij is nog in de race. Weliswaar in de achtervolging, maar toch. Hij is 3600. Ja, hij opent weer. Nu doet hij dat met 7-5. En we zullen... dat vaak zien gebeuren. Hij weet dat hij moet winnen om een kans te maken om eerst in het algemeen klassement te worden. En dan kun je niet achterover gaan hangen en wachten op de betere handen. Dan moet je spelen, ook met dit soort handen. Ja. Denise in dilemma met koning vrouw. All in. Ja, doet ze goed. Ze weet dat Michiel met een wijde range van handen opent. Hey. En dan denkt Denise, mijn koningvrouw kan best wel eens goed zijn. 7-9. 9,1. 7-9. Ze weet ook dat Michiel niet meer weg gaat gooien. Wauw. 7-9. Maar dat vindt ze denk ik ook niet zo erg, ze moet dubbelen. 7900. Oh, relaxed. Daar word je bij een man van. Dit is 8. Ja, Michiel heeft al gekold. Ah, gokken. Ja, kijk op. Ja, zo'n zware gok is het niet. Zover loopt hij niet achter. Komt er die broek? Komt er die tape af? Hebben die tape voor de tafel? 8. Oh. Ja, Brummel, inside straight roll. Denise ook. Denise maakt een straight met een 10. 8, 5, 7. Michiel met een 8. En nu komt er meer bij. Ook een 3 is goed voor hem. 3. 3. Dat is jammer, zeg. Nee, hij mist. Denise dubbelt. Maan het jammer. Koning hoog is genoeg. Broek is naar je hoofd gestegen. Hey, nog 19. 7, 5. Op de autotable is ondertussen Peter Dalhuizen al ingegaan. En hij staat er goed voor met zijn aas koning tegen de aas 7 van Ad Schaap. Zou hij in staat zijn om hier te dubbelen? Het zou een ongekende wilde zijn voor hem. Tot nu toe heeft hij maar bitter weinig succes gehad bij Lords of Poker. Wat brengt de river? Met een spanning. En is een keertje geen pech voor Dalhuizen, die dus dubbelt. Hij kan het zelf ook niet geloven. En even later is het de klassementsleider zelf die zich weer even laat zien. Hij heeft de all-in gecalled van Thomas de Hoog. En natuurlijk laat Daan weer de beste hand zien. Hij heeft aas-boer tegen aas-10 van Thomas. Dat is toch wel knap. Die 9 van de 10 keer met de beste hand het geld naar het midden krijgt. En zijn hand blijft ook staan. Dus kan Thomas naar huis.
En laat Daan nog maar even weten dat het heel moeilijk zal worden om hem nog te pakken. Vandaag. Daan leerde ooit poker spelen van Johan Rensink. Speciaal voor Lords of Poker laat Daan nog even zien waar het allemaal begon. In een keurig studentenhuis in Groningen. Kijken of hier nog een licht aan kan. Ja, dat wil niet meer helemaal geloven. Nou, dit was mijn oude bank. Mijn oude tv staat hier nog. Hier zat ik. Ik had mijn bureau aan die kant van de kamer staan. Daar zat ik de hele nacht te pokeren. Mijn kledingkast staat er zelfs nog. Dus eigenlijk is er hier iemand na mij zo ingetrokken die een hoop van mijn spullen heeft overgenomen. Ja, het is iets meer kapot gegaan. Dit werkte bij mij nog wel, zie ik. Het is een ooit bedoeld als Luxeflex, een retro-systeem. Ja, zo ziet dus de keuken in het studentenhuis eruit. Pizzadozen opgestapeld. Pannen vol met afwas. Wat nooit meer gebeurt. Nou, hè? Hier wordt dan een lekker maaltje opgekookt. Je kunt je nu bijna niet voorstellen, maar nou, het zal zijn. 2-3 jaar geleden was ik hier aan het kokkerellen. Nou, dit is de afwasborstel. Dus met dit ding wordt het schoongemaakt. Om maar even zo te noemen. Ik zal even voorgaan. En ja, moet ik er nog iets van zeggen? Als je hier even kijkt, ik zie dat ze de wasbak die was kapot. 3 jaar geleden, wanneer ik ben weggegaan, was het al zo. En dus er heeft ongeveer 1,5 jaar een provisorische boxershort ingezeten om het gat te dichten. Ik zie dat het tegenwoordig gewoon professioneel is opgelost en er met duct tape wat afgeplakt is. Dus er is zeker vooruitgang in deze badkamer. Dat, maar ik ben heel blij dat ik weer hier niet meer hoef te douchen. Education. Kijk, Johan, daar ben je. Goedenavond. Voor Oldtime zeker. Hoe is het? Ik ontvang je nog een keer in mijn oude huis. Fantastisch. Leuk, hè? Jeetje, het is nog precies net zoals we dat vroeger. Flikker waar ik nog. Niet opgeknapt. Wauw. Ik heb hier gewoon echt menig dispuutsavond doorgebracht. En dan gingen we bier drinken tot we heel dronken waren. Het was echt, echt gaaf, zeg. Werd er bij Daan thuis al menig biertje gedronken op de sociëteit Albertus Magnus? Hebben Daan en Johan heel wat avondjes laveloos aan de bar gehangen? Dat is nog precies hetzelfde. In ieder geval de lucht. Ja, we die gisteravond moeten zijn, dat is veel beter geweest. Ja. Op sociëteiten als deze doe je altijd vriendschappen op voor het leven. Hoe zit dat eigenlijk met de vriendschap tussen Johan en Daan aan de pokertafel? Is het daar ook zo gezellig? In Lords of Poker zijn wij zeker concurrenten van elkaar. Daarbuiten doen wij niet heel vaak in dezelfde velden mee, in Nederland wel. En, ja, we zeggen altijd een vijand aan de tafel en een vriend erbij. Dus als ik bij mijn tafel zit, wil ik het liefst al zijn fiches winnen. En op het moment dat ik zelf geen fiches meer heb, dan hoop ik dat hij ze allemaal wint. Klinkt goed, hè? Ja, voor mij geldt dat totaal niet. Nee, maar nee, oké. Je hoopt alsnog dat ik dat. Ik hoop alsnog. En als je dan een fiches hebt, dan hoop ik dat je struikelt. En dan hoop ik dat ik dan aan tafel kom. Ja. Bij ons aangeschoven, ik denk dat ik mag zeggen, de verrassing van het toernooi. Steven Rezat. Ja. Zeer teleurgesteld, neem ik aan. Ja, logisch. Ik ben niet echt teleurgesteld. Ik bedoel, ik heb mijn best gedaan en vandaag zat de druk eigenlijk te hoog. En ik heb een beslissing genomen met Aas 5. Ik werd flat gecalled. Ik wist al gelijk hoe laat het was. Maar de flop kwam eventjes te verkeerd en ik moest dubbelen daar. Dus dat gaat erin. Ik had een nut flush draw en ik weet dat ik kilometers achterlopen op de flop, maar dat kon ik niet meer volden. Misschien is het leuk om even over je speelstijl te hebben, want ja, we hebben je hier alle dagen zien spelen en je speelt erg tijd, hè? Ja, mijn strategie was voor deze toernooi. We krijgen geen anties. Mm-hmm. Dus we kunnen gewoon wachten tot een hand. En ja, je loopt in feite, zo denk ik dan, je loopt maar 2 handjes achter op de topper. Ik bedoel, heb iemand 30.000, je speelt met 7.000, hoef je maar 2 handjes te winnen.
dan heb je ook weer 30. Mm-hmm. En dat, ja, dat komt dan natuurlijk omdat de blinden alleen maar omhoog gaan. Dus ik wacht mijn hand gewoon af om te dubbelen. Oh nee. Hij maakt echt 1000 volt bewegingen. En op de hoop dat ik nog een keer heel snel dubbel, dan doe je zo en zo gelijk weer mee. Als je met deze structuur steeds de average blijft houden, of iets onder de average, dan is er nog helemaal geen probleem. Als je een EPT speelt, dan komen de anti's volgens mij in level 6 komen ze erin. Mm-hmm. Ja, dan moet je weer gaan versnellen. En ja, ik heb het oude versie gedaan. Wachten, dubbelen. Nou, ik vind dat je in ieder geval trots kan zijn op je prestatie. Ja, dat ben ik ook. Nog steeds tweede. Ja, nog steeds tweede. Laten we gaan kijken of het zo blijft. Ja, dat klopt. Zie je toch? Moet je denken, als Mickey ook nog eens nog beter gaat spelen, hoe goed hij dan is. Ja, dat is sick, hè? Dan hebben we echt een probleem. Jullie zijn niet goed. Nee, ik meen het. Hij doet me toch pijn als ik kom. En ik voel dus een... Koningvrouw voor Michiel. 5000. Nee, dat spel mag gaan sparen. En die race die... Pop. Clementine Hollink, de zus van Rob, doet niet mee. Hey, mond dicht te spelen, hè? Horace Pop. Cohen ook niet. De chippies. Pop. Bruno. Ja, de long gaat al in. Het pocket vieren. Hij kon natuurlijk kort in. Jongen, ja, hij had al aangegeven dat Michiel hoogstwaarschijnlijk gaat callen. Call sowieso. Call. Oké. Okay. Ja, dat doet hij ook. Dat is de juiste beslissing. 10.600. 8, 9, 10.500, 600. Ja, want Michiel hoeft natuurlijk nog maar 6.600 bij te leggen. Misschien nog een coinflip hier als ik mazzel heb. Oh. Ja, het is inderdaad de coinflip waar hij op hoopt, hè? Deze vind ik wel hoop. Het is toch wel een belangrijk moment in het toernooi. Twee achtervolgers van Daan Ruiter met elkaar in gevecht. Oh. Delong wil geen vrouw, geen koning zien. Kom op, vrouw. Vier. En nu ook geen boer. Vier. Nou, maar Delong. Dit is natuurlijk een ontwikkeling, heel gunstig voor Daan Ruiter. Weer een concurrent eruit. Ja, man. Goed gespeeld. Zo, die had ik wel nodig trouwens. Echt, hè? Mm-hmm. Fijn, hè? Ik zit. Ik ben er wel heel erg ziek van. Jammer. Dat je weer op de laatste kaart... dat ik er gewoon uitvlieg in een cruciaal moment. En, ik heb mijn best gedaan en de rest lag aan de kaart. Ja, dit is puur ongeluk. Dit is zeker puur ongeluk. Maar ja, het is niet anders en... het is nog niet het einde van de wereld, dus... Dat is waar. Ik wou net zeggen, hij hoeft zich helemaal nergens om te schamen. Deze qualifier in Lords of Poker is heel ver gekomen uiteindelijk. Verder dan menig poker-expert. Ook een aantal nieuwe spelers aan tafel. Onder andere Ruben Visser, die hier volt. Die had wel. Ja, die had iets van 30 of zo. En Maud Mulder natuurlijk, favoriet van Arthur van der Meren. Hij zit er nog in, ja. Pot. Toen ik het laatste... Wat doet het weer goed, hè? Fantastisch. Ja, blijkt me wel. Denise op de button. Pot. En hier is die andere nieuwe speler, Matthijs Brouwer. Goeie bril, zeg. Iedereen heeft gefold, hè, in de small blind. Wanneer krijg je 8 punten? Oh, yes, ik heb Bart en Mario geslagen. 4000. Ja, hij raced. Fucking. Fucking je mee. Deed hij dat mooi, ja, die eerste? Ja. Boer 9. Van de kop. Hij hoeft ook maar 2000 bij te leggen. De race van Matthijs was iets te weinig. Begrijp ook. En Matthijs mist volledig de flop. Miguel heeft middelpair. All in. En Matthijs maakt hier een continuation bet en dan gaat Miguel all in. Dat is ook zo'n hand die al een aantal keer besproken is. Hij heeft natuurlijk een medium hand. Het enige wat Miguel hier doet is een slechtere hand wegbluffen. En een betere hand had hij natuurlijk altijd gekoeld. Nou, laat wat random zien. En Matthijs heeft gefold. Miguel wint natuurlijk wel deze hand.
Snel naar beneden, want daar is de klassementsleider all-in. Rolf Slotboom kan zich in één klap geliefd maken bij al zijn collega's als hij Daan hier uitschakelt. Rolf heeft 7-9 en Daan aaskoning. Maar op de turn is de spanning eruit. Daan maakt zijn flusje en pakt hier een enorme pot. Rolf blijft iets wat beteuterd achter, want hij heeft nog maar weinig over. Daan lijkt onverslaanbaar. Wie kan Daan Ruiter stoppen? Ik denk dat jouw tafelgenoten daar niet zo blij mee zijn. Tuurlijk wel, die gunnen het maar. Jawel. Dat is waar. Jawel, ik gun het er vanuit inderdaad. Ja? Hoezo zouden zij niet blij zijn? Dus ik... Lieve aardige jongen. Sympathiek Becky. Niemand van ons kan hem erin halen. Die gun je toch? Peter aan de overkant, die gaat voor de 8x0 punten. Dus ja, ja, die maakt het ook niet uit. Wij zijn teamgenoten van het team Reekbekpunt. Dus... Even daarna is Slotboom zelf all-in, net als Emiel Cox. Beiden zijn gecallt door Clinton Stewart. Als die de hand wint, zitten we meteen in de punten. Kan ik ook dicht? Straat, ik ook straat maken. Jij mag naar huis. Ja, als dit geen straat wordt, weet ik niet. Heel veel tien, hè? Ruit de tien. Hé, maar we willen toch helemaal niks in? Blank. Ruit de tien of blank. Ruit de tien. Blank. Blank. Ruit de tien of harte tien. Blank. Kleine straat. En dat gebeurt. Nog 15 spelers over. En dus is het bij het laatste toernooi van Lords of Poker eindelijk zover. Peter Dalhuizen haalt eindelijk punten. Net als Horace Cohen. Aan de televisietafel. Het moet niet gekker worden. We hebben nog maar 15 left, jongens. Ja. Blijkbaar punt gehaald. Houden we punt. Wat is er beneden gebeurd dan? Ik heb een punt! Toen we begonnen, toen we begonnen ging je meteen op 17. Je zit in de punten? Ja, dat is ongelooflijk. Ik heb nu eindelijk voor het eerst een keer gehad dat ik zeg maar all-ins win. Twee keer met aaskoning tegen A7 en allebei winnen. Leuk hoor. Ja, dat is mij nog nooit gebeurd in dit pand. En wat voor pand is het? Het prachtige kasteel in Ridderkerk. Het Lords of Poker Mansion. Waar we kijken naar Ruben Visser. Die het all inschuift met koning 10. Hij heeft natuurlijk maar iets meer dan 4 big blinds. Nog niet? Dan kan je ook niet veel anders doen. Pot. Bijna. Als je moet callen met koning 5, moet je dat echt vooral doen. Miguel. Volt. En Noah Aasvrouw. Die gaat natuurlijk ook al in. Heb ik meer dan jou of niet? Ja, denk het wel. Nee, ik heb ook 17 al. Chris? Ja. Ik heb koning 10. Jij? Aasvrouw. Ze hebben evenveel chips. Ik kan niet winnen. Volgens mij heb ik ook 17,5. Ik was zo bang voor jou, jongen. Dat ook. Ik had hem niet zo hoog als Noah. Ja, ik had wel een hele mooie aasvoeten. Allebei evenveel, ja. Allebei evenveel. Hoe dan? En Miguel heeft aangekondigd dat hij een aas gefold heeft. Nou, nee. Maar goed, flopt nog steeds goed voor Noah. Oh. En nu niet meer. Eeuw. Nou, twee aasen nog, man. Oh, jongens. Ja, man. Zes, jongens. Het is niet zijn reeks geweest, Noah Boeken. We weten dat het een topper is, maar... Ja, hij heeft te weinig goede handen gekregen om het hier ook echt te laten zien. It's an illusion. We zitten nog met z'n 14 in het toernooi. Laten we even gaan kijken bij het leaderboard wat het inhoudt voor de punten die nog te verdelen zijn. Daan Ruiter staat nog bovenaan met 60 punten. En eigenlijk de enige die het hem nog moeilijk kunnen maken zijn... Ten eerste Miguel. En die staat op dit moment op 42 punten. Als hij tweede wordt, heeft hij 62 punten, gaat hij hem voorbij. En als hij eerste wordt, heeft hij 67 punten. Daarnaast hebben we nog Michiel, die heeft ietsje minder punten. En die gaat het alleen klaarspelen als hij weet te winnen. Die heeft op dit moment 40 punten, dus die moet winnen. Heeft hij 65 punten, gaat hij Daan voorbij. Daarachter zit nog Steven, die heeft 39 punten. Dus eigenlijk in hetzelfde bootje als Michiel zit hij. Maar als Daan sowieso... 9 punten haalt, dan is hij sowieso de winnaar. Ja, dat klopt helemaal. Zoals ik al zei, Miguel
Als die kan als hij eerst wordt 67 punten halen. En het is wel grappig, Daan is de enige die zoveel resultaten heeft dat hij sowieso één keer dat hij punten had moet wegstrepen. Want hij is maar twee keer niet in de punten gekomen. Nou, nu zit hij er sowieso weer in. Zijn slechtste resultaat is 2 punten. Dus hij zou, nou, zoals je zegt, als hij 9 punten haalt, dan is het gespeeld. Maar het is dus nog niet gespeeld. Een korte onderbreking en dan gaan we gewoon door. Tot zo. In Ridderkerk, het allerlaatste deel van het laatste toernooi van de serie Lords of Poker. Gaat Daan Ruiter het winnen? Of krijgen we toch nog een verrassing en pakt Daan Ruiter minder dan 9 punten? En dan kan er dus nog iemand anders winnen. Voorlopig is Maud Mulder chipleader en dat is toch opvallend. En leuk ook voor dit toernooi. Wil je nou ook meedoen aan Lords of Poker? Geef je dan op via onze site www.lordsofpoker.nl. En wie weet zit jij dan in de volgende editie aan de televisietafel. Bijvoorbeeld met Matthijs Brouwer. Ik ben of Miguel Margantier. Er zit alleen maar diamant in. Pocket 8, hè? Blinden 1503.000. Dus Miguel zag een race in. Dat is een 8.000, denk ik. 8.000, 9.000. Zet hem dan. Hoe is dat? 86. Maar 8600, ja. Michiel Brummelhuis vindt aas koning. Die gaat er overheen. Die gaat all in. Ja, Miguel heeft meteen gekold. Ook hij moet natuurlijk eerste of tweede worden om nog een kans te hebben. En Brummelhuis moet eerste worden. Nou, kom op, deze wil ik graag winnen. Dus dan moeten ze deze confrontaties aangaan. Tot grote vreugde ongetwijfeld van Daan Ruiter. Heb je het gezien, Dylan? 8-8 is 8 augustus. Vrouw boer 7. Niet perspectief. Ja, Miguel heeft nog wel de beste hand. Maar Michiel Bruma is een hoop outs. Yes! Wauw. Nou kan Michiel alleen nog maar winnen met een 10. Want dan maakt hij de nut straight. Nee. Wow. Ik zei het, hè? 8-8. Ah, dat is een dure, zeg. Ja, dat is een dure. Hij weet wat hij moet doen. Deze man, 39 min komt deze man op mij kost een weekendje naar Marbella, jongen. Met vrouwen nou. Hey. Ik heb precies 41. Hoeveel is dat? 10, 20, 25. 30, 31, 31. Ik zeg, wees hem toch aan. Ik zeg toch wat je moet doen. Ik zeg, 33, mocht ik het nou winnen, wordt hij met zijn vrouw gewoon een lang weekend bij mij naar Marbella. 7,3 hou ik over. Dat riekt naar omkoping. Zo, dat zijn wel behoorlijk wat chips, hoor. Ik neem er heel graag de tijd voor, dat begrijp je. Hé, damn, dat is duur. Lekker op. En kale komen meer. Ik heb boer 9, maar... Vol. We zijn de speler kwijt. Nee. Michiel, aas 8. Oké. Ja. Ik gewoon te wachten op wat jij gaat doen. All in. Zo short stack, die gaat al in. All in. All in. Broek al in. Ja, Ruben gaat er overheen met vrouw 8. Wat je dan? 7. Kijk nou. En dan nu die twee azen. Kom op. Ja. Oh ja. Nee. Ik heb hier gewoon heel licht moet zijn, hoor. Denise in de small blind. Fold. Heel heeft ook gefold. Dit is een fold. En Matthijs er ook uit. En hij staat Michiel goed voor. Komt er in de pot te zitten. Good luck. Thanks. Het is toch een mooi potje voor Michiel, want hij trippelt zeg maar als hij deze hand wint. Natuurlijk met deze blinden die zo hoog zijn. Goed begin. Vrouw. Michiel wil geen vrouw zien. Nee. Ja. Chill. Ik dacht, ik moet toch een klein beetje roepen dan het lijkt over. Hij leeft nog. Weliswaar in pokertermen, maar toch. 19,5 als het goed is. Brummelhuis dus terug aan de tv-tafel, maar kan Steven van Zadelhoff hetzelfde doen aan de outer table?
Hij heeft in ieder geval de all-in gecallt van Ad Schaap. Het is aas 10 tegen aas 7, dus Steven heeft in ieder geval met de beste hand de chips erin gekregen. Nu moet hij zijn hand alleen nog handhaven. Beide spelers hitten niets op de flop. Maar op de turn komt er een 10 voor Van Zuylenhof. Gaat hij Ad Schaap uitschakelen? Ja. Ad wordt 14e en Steven speelt nu ook een mooie stack. Hij wil zich echt in de strijd gaan mengen om die eindzegen. Hoe heb je het ervaren, hele losse pakken? Ja, fantastisch natuurlijk. Het is echt een unieke gebeurtenis. Ja, wat dat betreft, niet alleen ik, maar iedereen. Ja, super. Super, echt super. Kijk nu uit naar seizoen 2, Lord Spoker. We gaan het zien. Oké, dankjewel. Het is wel spannend hoor nu. Daan Ruiter dus, de man om te verslaan. Maar die zit er nog altijd in. Als die gewoon rustig blijft spelen, zijn puntje straks pakt, wint hij Lords of Poker, eerste editie. Maar hij mag geen fouten maken, want nog een aantal heren op het pokervinkentouw. Denise gaat al in met aas 3. 9000 chips totaal. Vol. Miguel, aas. En een 10. Ja, die gaat zeker callen. Misschien gaat hij er wel overheen. Dat hij zeker wel weet dat hij het heads-up heeft. Wees naar 18. Ja, hij probeert hier natuurlijk Denise te isoleren. Ga je me nou weer uitgekeren? Nee, dat wel. En het is me dus gelukt. Ze maken geen vrienden met mij, hoor. Weet je, koningin? Oh. 4 gesplit. Ja, doe maar. Doe ze schrappen. Ja, met een 5 maakt Denise nu een straight. Met een 4 wordt het een splitpot. Met een 3 wint ze. Maar met een 9 verliest ze. En moeten we ook van haar afscheid nemen. Ja. Ik weet niet of ik je nou een zoen moet geven, hoor. Ik zou het niet doen. Die andere ga ik wel zoenen. Geen Mabelia voor Denise. Nee. Hux van Horace Cohen. Genoeg. Daan mag, als Daan zo zou Brouwer. Een worden, red ik het niet meer. Okay. Kijken wat ze doet. Een hand of een zoen? Een handje. Of een, Dat is toch lief van Denise. Geen probleem, geen probleem. Wat is de big blow? Zet hem op, hè. Ja. 4. Je blijft er omhoog gaan. 2000, 4000. Jammer, ja. Ja, niks aan te doen. Je best. Ja, dank. Succes. Dank je wel. Die 6 bestaat. Ik was er zo heel schattig bij, of niet? Respect en applaus voor haar. 6-12, geloof ik. Maar de eindfase van Lords of Poker breekt nu wel aan. Blinde 2000, kleine blinde, grote blinde 4000. 5 spelers nog aan deze tafel. En dat betekent dat er meer actie gaat komen. De handwaardes gaan omhoog. Dus men zal veel meer handen gaan spelen. Spanning trouwens ook. En Michiel Brummelhuis. Die is all in. En Ruben Visser ook. Grappig, Michiel vraagt altijd meteen wat hij heeft. Terwijl andere mensen nog moeten beslissen. Ja. Die hebben gefold. Ja, Michiel is niet ontevreden. Zijn kaarten zijn live. Ik heb jouw koffer. Ik heb 23 al. Ik heb 20 totaal. 23. Brummel heeft meer. Ja. Oh, koning. Vrouw, boer. Oh, dit ziet er goed uit. 10. Michiel up and down straight roll en een pair. Maar zijn koning is niet meer goed. Michiel op zoek naar een 10. Een aas of een 9. Turn helpt hem niet. Jongen, jongen, jongen. Ja. En Michiel verliest deze pot. En zelfs Ruben hoopte het een beetje, omdat hij weet dat Brummelhuis nog wat kan doen in het klassement. Hij baalt dus als een stekker. Nu zijn zijn kansen op de eindzegen bijna verkeken. Peter Dalhuizen heeft daar nooit zicht op gehad.
Maar toch is dit een historische dag voor hem. Want in het laatste toernooi van Lords of Poker komt hij dan eindelijk van die hatelijke 0 punten af. Hoeveel punten worden het dan? Nou, 2 om precies te zijn. Want de dal eindigt als 12e. Zijn chips gaan naar Clementine Hollink. Hoe heb je de hele Lords of Poker ervaren? Als één grote aaneenschakeling van teleurstelling, uiteindelijk. Wel, ja. Maar wat vond je van het hele Lords of Poker zelf? Dat is hartstikke top natuurlijk, ja. Zelfs met deze, al die ellende die ik aan de kaarttafel heb moeten doorstaan, was het, daaromheen was het goud. Ja. Ja, en ik heb natuurlijk blij dat mijn buddy Daan zo ver komt, dat hij nu natuurlijk nog steeds de beste papieren heeft. Mm-hmm. Dus ja, ik kan er niet helemaal van balen. Sorry, maar we hebben... Daan heeft dus de beste papieren, hij verdient de zegen ook, want hij is de enige van alle lords die in 6 van de 8 toernooien punten heeft gehaald. Dus alleen op basis daarvan is hij al de beste. En hij heeft hier de all-in gecallt van Clinton Stewart. Hij maakt het ook wel waar. Het is niet dat hij zich rustig naar de eindzegen voelt, zoals velen misschien hadden gedacht. En die tactiek heeft ook succes, want zijn pocket negens blijven staan. Clinton kan naar huis en Daan kan rustig blijven zitten. Kan iemand hem nog laten opstaan vanavond? Dat is ook weer een... Kans wordt wel erg klein nu, hoor. Matthijs moet het als eerste zeggen. Oké. Okay. En er moet nog één iemand afvallen. Matthijs Brouwer, Hockey International. En dan hebben we een finale tafel. Nou, eens even kijken dan maar. Vol. Je mag zeker nog wel squeezen van ons Miguel. Dat vinden we mooi. Aas 4. Matthijs. Ruben Visser. Ja, dat doet hij toch goed. Hij weet dat zijn handen moet je nu gaan spelen. Dan race dat. Ja, en Michiel gaat al in met zijn laatste chips op de button. Allemaal hetzelfde. Quadrippelen. Ruben eruit uit de small blind. Oh. En Horus ook eruit op de big blind. 5000. 5 Milan. Ja. En Michiel is weer live. Discard is beter. Oh. Aas 5. Discard is best handig. Aas is eruit en 5 is eruit. Aas 5 is eruit. Koning is prima. Ik heb de 6-7 gevold als je de straat wilde maken. Of 5 outs heb je in ik. Michiel op zoek naar een koning of een 5 voor zijn toernooileven. 6 om 5. Ja, maar Brummo heeft 2 flush draws. En jij maar 1. En zijn droom om nog Lord of Poker te worden. Oh, 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 oh. Ja, nog steeds een koning of een 5 is goed voor hem. Vorige week had hij veel geluk, af en toe gaf hij zelf ook toe. Nu nog een keertje geluk voor Brummel, de boer is niet goed. Koning of een 5. Ai, hij ligt eruit. Gefeliciteerd, Horus. Gefeliciteerd, Horus. Finale tafel. Finale. Ja, de finale tafel is bekend. Horus. Ik ben wel de beste BN'er. Hoop jij moet eerst te worden. Ja, ik baal hier echt extreem van. Ik zit zo dicht bij Rob en bij Lex en bij Steven en bij Miguel. En die had ik zo graag in willen halen en die haal ik nu niet in. Dus daar baal ik wel echt van. Doodziek. Ja, bubbel van de finale tafel. Ja, die finale tafel vind ik het ergens nog niet. Ik wilde gewoon echt minimaal plek 7 of 6 halen om voorbij Rob en Lex te komen. En dat is nu niet gelukt. En daar baal ik wel echt heel erg van. Ja. Dat is echt zonde. Maar ja, al met al wel echt leuke 8 toernooien gehad. En ik denk dat vorige toernooi wel even lekker agressief gespeeld was. Leuk. En vandaag ook aan het begin. En ik had niet dat extreme geluk van vorige toernooi, maar toch ver gekomen. Ik heb me in ieder geval goed vermaakt de afgelopen 8 toernooien. Ja, dat is ook heel erg belangrijk. Ja, zeker. Gelukkig. Je bent van die nullijn af. Goed, hè? Ja, het mocht ook wel, Peet. Ja, nou, als het deze serie nog 2 toernooien langer had geduurd, had ik zeker 2 punten meer gehaald nog. Maar ja, helaas, dit is het einde. Ik begon net een beetje warm te draaien, ja. Maar Peet, je was wel een van mijn favorieten. Ja, ik was ook een van mijn eigen favorieten, dat klopt. Ja. Ik heb het ook regelmatig als favoriet ingestoken, mijn geld. Hè. Dat hebben we kunnen zien. Maar ja, net spoken, zeg je dan. Tot deze uitzending 0 punten? Ja. Ja, klopt. Ja, als je iets doet, moet je het ook goed doen, hè. Ja. Ik heb nu 8 toernooien gespeeld uiteindelijk. Wat was het nou? Nu dus 2 punten. Nou,
Maar ik mag er 3 wegstrepen, dus. Dus misschien doe je deze nog wel. Ja. Om toch op de 0 te houden. Kan toch? Ja, maar voelde je druk vandaag om wel van de 0 af te komen? Of? Nee, maar ik wil wel graag een keer ver komen. Mm-hmm. En qua spel deed ik niet eens zoveel anders. Alleen dat ik had het er nu vandaag 2 keer in liggen met AS Koning tegen A7. En zo waar won ik ze allebei. Verder is het ook helemaal niet zo moeilijk om ver te komen. Je moet gewoon 2 keer zo'n grote all-in even winnen. Mm-hmm. Ja, dat was eigenlijk de eerste keer dat gebeurde. Dus ja, dan fiets je heel makkelijk naar die laatste 15 toe. Ja, goed, maar dan geef het allemaal weg tegen, met pocket 9 tegen pocket azen. Nou, weggeven vind ik een groot woord. Ik steek mijn geld erin tegen koning vrouw. Ja, dat die vent daarachter ineens azen vindt, daar kan ik dan verder ook niks aan doen natuurlijk. Maar er komt netjes een 9 op de flop, dus ik maakte me weinig zorgen. Het zag er nog even rooskleurig uit, ja, inderdaad. Totdat heel langzaam zo die rivierkaart gedraaid werd. Maar er zat nog een azen in. Okay. Ja, ja. Maar we hebben een leuk cadeautje voor je. We zijn heel blij dat je van de 0 punten af bent. Maar we hebben hier een speciale pokerset. En het is niet een normaal pokerspel. Het is een aangepaste versie met iets simpelere regels. Dus dat is een beetje een instapmodelletje. Die kan ik wel gebruiken. Nou, dus alsjeblieft. Ja, ik ga meteen oefenen. Want volgend jaar moet natuurlijk minstens... Nou ja, dat hangt er dus vanaf. Ga eerst goed oefenen. Dan krijg je een test van de maker van dit spel. Als die je goed genoeg bevindt, dan mag je weer terugkomen. Oh jee, nou, dan, ja, dan, nou, ik heb toch wel een heel jaar de tijd toch ook. Een heel jaar heb je de tijd. Oh, gelukkig. Nou, dan moet het wel goed komen. Dankjewel. Alsjeblieft. Veel succes met oefenen, Peter Dalhuizen, de Dal. 9 finalisten zijn over in dit laatste toernooi. Wat een spanning. Wat een afsluiting van een fantastische dag. Maar morgen, dan wordt het nog beter. Want dan spelen we een geweldige finale tafel met daaraan Daan Ruiter en zijn concurrenten Miguel Magantier en Steven van Zadelhof. 1 van hen wordt Lord of Poker. Dat zien we morgen. Tot dan. Ja, ze duren. Het is echt een dilemma, dit.